Hallo man, welkom bij een nieuwe aflevering van Bim's Hardloop Channel. Het is vandaag alweer week 4 van het hardloopschema 5 km in 30 minuten. En dat betekent dat we over de helft zijn van het hardloopschema. En dat we hebben dus wel wat rust verdiend. Dus in deze week staat het vooral een teken in rust en in ontspannen trainingen. Dus ben je nou benieuwd welke trainingen het zijn? Blijf dan zeker kijken. En heb je nou nog niet geabonneerd op Bim's Hardloop Channel? Vergeet het dan zeker niet te doen, dat kan hier rechts onderin. Zo blijf je namelijk op de hoogte van alle nieuwe trainingen van dit hardloopschema. En ook video's hoe jij beter sneller hardloopt. Maar eerst ga ik je de 3 trainingen geven van week 4 van het hardloopschema 5 km in 30 minuten. Nou, laten we gelijk beginnen met de eerste training, want ook al is de rustweek hebben we 3 trainingen op de planning. Maar de trainingen zijn wel een stuk korter en meer ontspannen. Dus de eerste training die we gaan lopen is toch weer een tempo training, maar we gaan hem inkorten tot 2 km maar. En wat wel belangrijk is in die rustweek is dat je tempo wel gelijk houdt aan die voorgaande weken. Dus de belasting die korten we in door een kleinere afstand te rennen. Dus probeer die 2 km wel echt in hetzelfde tempo te lopen als de afgelopen week. Dus daardoor blijft die belasting zeg maar korter door die kortere afstand. Want anders zouden we veel te veel van die belasting afnemen in die rustweek. En we willen wel in beweging blijven om uiteindelijk straks die 5 km in 30 minuten te blijven lopen. Dus de eerste training van week 4 is daarom een tempo training van 2 km. De tweede training die we gaan lopen in deze rustweek is wel echt een nieuwe training. We gaan namelijk als tweede training de fartlek interval training doen. En dat is echt een heel ontspannen training. Wat is nou een fartlek interval training? Een fartlek interval training is dat je gaat hardlopen. Elke keer een punt in de verte gaat uitzoeken om daar naartoe te sprinten. Eenmaal op punt bereikt ga je weer langzaam lopen. En dan denk je van nou ik ben wel weer hersteld van die sprint. Dan pak je de volgende. Dus zo blijf je dat eigenlijk herhalen. Totdat we de hele training hebben gelopen. Nou, we gaan een fartlek training doen van 2 kilometer. Dus in die gedurende 2 kilometer gaan we dus het hardlopen afwisselen met wandelen of joggen waar jij je prettig bij voelt. Dus op die manier doen we een hele ontspannen intervaltraining. Dus ik bouw toch nog wel die kracht op, maar we doen het op een hele ontspannen manier. Dus de tweede training is een fartlek intervaltraining van 2 kilometer. Nou zijn we alweer bij de laatste training van week 4 van de rustweek van het hardloopschema 5 km in 30 minuten. En we gaan wel deze training gelijk houden als alle afgelopen weken. We gaan namelijk weer een duurloop doen, maar ook net zoals die tempotraining gaan we die duurloop inkorten. Dus deze week staat er maar een duurloop van 5 km in de planning. Probeer die duurloop op een gemakkelijke tempo te lopen die je afgelopen weken ook hebt gedaan. Want het gaat erom dat we die belasting dus verminderen, net zoals die tempotraining, door het in te korten. En niet nog door het tempo nog iets te verlagen of te versnellen. Dus gaan we ook niet sneller lopen, want je denkt van nou het is nu maar 5 kilometer, dus ik kan makkelijk sneller lopen. En misschien al een poging doen voor die 30 minuten te gaan halen. Doe dat niet. Deze week is echt om te rusten. En soms boek je de meeste vooruitgang door ervoor te zorgen dat je lichaam helemaal volledig herstelt. Nou, dat willen we deze week bereiken, dat je volledig herstelt, zodat je de laatste 2 weken nog even echt extra stapje kan zetten en genoeg hersteld bent voor straks die 5 kilometer in een half uur te gaan lopen. Dus probeer deze gewoon op je door je gemak te lopen. Dus de laatste training, training 3, is een duurloop van 5 kilometer. Dat waren dus de 3 trainingen van week 4 van het hardloopschema 5 km in 30 minuten. Nou, geniet van je rust. Doe die trainingen, die 3 trainingen die je hebt, niet zo heel veel tijd nodig. Dus doe die echt lekker ontspannen. Loop die op je gemak, houd in ieder geval de tempo's aan. Maar probeer in ieder geval genoeg over te hebben en genoeg rust te nemen om goed te herstellen. Eigenlijk zou je na deze week helemaal volledig fit moeten voelen en weer zin hebben in die
volgende week om weer flink aan de bak te gaan met de nieuwe trainingen. Nou, dan is dit gelijk het einde van deze aflevering. Aflevering 4 van het hardloopschema 5 kilometer in 30 minuten. Heb je nou nog niet geabonneerd op Wim's Hardloop Channel? Vergeet het dan ook zeker niet te doen. Dat kan hier. Zo blijf je namelijk op de hoogte van alle nieuwe video's en afleveringen van het hardloopschema. En ook nog eens video's hoe jij een betere en sneller hardloper kan worden. En hier krijg je nog een aantal video's die jou helpen om straks die 5 kilometer nog sneller te lopen. Dit was in ieder geval Wim Groenendijk en tot de volgende video.